Het houdt iedereen natuurlijk bezig en zeker ook vandaag. Ik denk dat als je nog op je werk staat bij de koffieapparaat, dan is dit natuurlijk het onderwerp van ja, welke maatregelen zijn erbij gekomen? Wat voor effect heeft dat op jou, op bijvoorbeeld de sportvereniging waarbij je zit, je favoriete restaurant? Nou ja, daarover gesproken, over al die ondernemers die met hun handen in hun haar zitten, denk ik inmiddels, heb ik mijn gast hier zo, Hans Biesheuvel. Hij is voorzitter van Ondernemend Nederland. Hans, een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Ja, Hans, hoe heb jij naar de persconferentie gekeken gisteravond? Nou, met het hele vervelende gevoel dat dit voor heel veel ondernemers een keiharde klap is. En ja, ik denk vervelend voor het bestaan nu op het spel staat. Je had het net over bij de koffieautomaat. Maar ik vrees dat heel veel mensen nu gewoon thuis zitten. En denken, ja, hoe moet dit nu verder? Hè? Wat is mijn perspectief? Ja, ik heb misschien nog wat privégeld. Ga ik dat nog één keer erin stoppen of niet? Ik denk dat er heel veel grote dilemma's nu voor heel veel ondernemers op tafel liggen. Ja. Was jij nog ergens verrast? Want er is natuurlijk het een en ander is uitgelekt. Er is al gespeculeerd. Is er nog een verrassing voorbij gekomen? Nou, gisteravond op zichzelf niet. Maar als dat zo was, zou ik mijn werk slecht doen hier in Den Haag. Maar wat me wel verrast is toch wel de... Ja, laat maar zeggen, het lijkt alsof de politiek toch een beetje overvallen is door de enorme snelheid waarmee het aantal besmettingen is toegenomen. Dat zie je bijvoorbeeld aan die problemen bij de GGD's met die testcapaciteiten. Een van de redenen waarom natuurlijk ook wel zoveel besmettingen worden geconstateerd. We testen natuurlijk veel meer. Dus het oogt allemaal veel heftiger. Ik denk, ja, het voorjaar waren er waarschijnlijk ook veel besmettingen. Maar ja, toen testen we nauwelijks. Dus het lijkt ze een beetje overvallen te hebben. En je krijgt er nu inderdaad wel behoorlijk rigoureuze maatregelen. Bijvoorbeeld bij de horeca, maar ook bij de evenementensector. Hè, wat die echt in één klap helemaal op nul worden gezet. Ja, het is eigenlijk een beetje herhaling van de geschiedenis. Hè? Net zoals afgelopen maart zijn nu wel inmiddels wat meer gewend. Maar die klap die komt gewoon net zo hard. Want de horeca moet gewoon vanaf vanavond 10 uur gewoon dicht. Voor 4 weken. Ja, en wie weet hoeveel nog langer. Hè? Want het kan ook nog wel eens 3 maanden duren. Rutte had het over die hele grote hamer. Nou ja, moet er maar afwachten of dat de komende 4 weken voldoende is. En ook dan, stel dat dat wel zo is, kan ik me niet voorstellen dat over 4 weken hè, de poort weer volledig wordt opengezet. Dus het worden hele lastige maanden. Tegelijkertijd ben ik wel blij dat 1 oktober dat hele nieuwe economische steunpakket in gang is gezet. Tot 1 juli volgend jaar. Maar toch, Hans, want daar heb ik niet zoveel over gehoord tijdens de persconferentie. En dat heb ik misschien ergens wel gemist. De premier die zei de horeca gaat dicht. Ja. Ik had het misschien wel fijn gevonden om te horen van, maar mensen, we gaan jullie hier doorheen helpen. We gaan nog een keer uitzoeken wat voor steunmaatregelen we uit een hoge hoed kunnen toveren. Dat heb ik niet gehoord. Het was de klap. En dat was het. Klopt. Nou, daarom hebben wij ook gisteravond in ons persbericht gelijk gezet. Hè? Dat we gezegd die economische steunmaatregelen moet vandaag, hè? Of uiterlijk morgen, op de agenda staat hier in Den Haag. Geef heel snel duidelijkheid. Ook een heldere routekaart daarbij. Hè? Van nou, oké, wat kunnen we nou verwachten de komende maanden? Omdat al die ondernemers staan voor lastige afweging. Ga ik de mensen in dienst houden? Ga ik dat laatste privégeld er nog een keer in stoppen? Ga ik toch nog die overbruggingslening aan? Hè? Ga ik die investering dan wel of niet doen die ik gepland had? Al die vragen liggen bij ondernemers op tafel. Ja, ik zag het in ieder geval net inderdaad voorbij komen op Instagram bijvoorbeeld van een bekende visrestaurant hier in Den Haag. Ik heb net 200 medewerkers op straat gezet. Ja. Nou, daarom, dat zijn hele moeilijke beslissingen. Dus ik vind in elk geval wat ondernemers verdienen, zeker in de horeca, is extreme duidelijkheid, heldere communicatie, goede economische steunmaatregelen. Wat mij betreft zullen er ook een aantal maatregelen bij moeten komen. We hebben nu natuurlijk de NOW-regeling, de tegemoetkoming vaste lasten en de TOZO. Maar ik denk dat er sectorspecifiek ook nog een aantal maatregelen moeten komen om bedrijven er doorheen te helpen. Kijk, ik heb de afgelopen dagen veel contact gehad met een aantal ministers. Die hebben steeds gezegd, ons doel is bedrijven overeind houden, banen overeind houden. Dan zeg ik, nou, maak dat ook waar. En toon dan ook gewoon dat je ook die economische maatregelen nu echt gaat nemen. Nou, het zit hem natuurlijk ook echt in de communicatie. Hè? En net jouw telefoon is ontploft. Want het AD heeft zojuist een bericht geplaatst over het feit dat het OMT eigenlijk vond, het Outbreak Management Team, dat er onderzocht moest worden of de restaurants wel open konden blijven. Dus de cafés dan dicht, maar de restaurants wel open. Natuurlijk met alle richtlijnen. Hè? 1,5 meter afstand, registratie, 4 personen aan een tafel. Als je dit leest en je hebt een restaurant, dan stort je wereld toch nu op dit moment in elkaar? Het had gewoon gekund, Hans. Ja, zeker. En dit vind ik dus een signaal. Hè? Zeg maar dat men toch een beetje
ja, in verwarring is bij die politiek. Hè. We hebben, denk ik, in het voorjaar goed gereageerd met strakke maatregelen, strakke regie. Het is eigenlijk in de zomer hebben ze het een beetje losgelaten. De afgelopen weken zag je een hoop gezwalk. En ik begrijp heel goed als je als ondernemer nu in de problemen zit en je hoort dit, dat je inderdaad gek wordt. Daarom roep ik ook het kabinet op van ja, zorg dat dit soort dingen niet meer voorkomt. Hè. Zorg dat er gewoon helderheid is. Dit is het beleid. Is hier en hierop gebaseerd. En dit is de routekaart, zeg maar, naar ja, een nieuw perspectief, een nieuwe toekomst. Ja. Dat is denk ik cruciaal. Want anders gaat de komende weken, de komende maanden gaan we echt heel veel ondernemers in nog veel diepere problemen zien. Ja, en jij zei het al eerder, hè, want je zegt ik heb een bericht gelijk naar aanleiding van de persberichten of van de persconferentie geplaatst op onl.nl. En dat is namelijk dat het gaat niet alleen om de ondernemers. Het gaat namelijk ook om de werknemers die in het bedrijf werken. Het gaat om de klanten waar ze niet aan kunnen leveren. En het gaat ook om de leveranciers. En ik heb een beetje ervaring in de horeca. Het zou je maar gebeuren dat je nog eens een keer voor 2 weken voorraad die koelingen hebt zitten. Precies. Wat ga je ermee doen? Het is allesomvattend. Hè? Het is niet alleen de deur dichtsluiten, maar je moet zoveel meer regelen. Nou, dat is het punt. En daarom heb ik dat ook nog een keer in dat persbericht zo letterlijk neergezet. Hè? Besef, het is niet eventjes gewoon vanavond een bordje op de deur en we zijn even 4 weken dicht. Hè? Er zit ontzettend veel aan vast. Ik ken heel veel ondernemers, zeker in Den Haag, die voelen zich heel erg verantwoordelijk. Hè? Ook voor die leveranciers, ook voor je medewerkers, ja, ook voor je klanten. Iedereen waar je eigenlijk mee van doen hebt. En dat vreet aan je. Hè? Ik zeg altijd, je mensen zijn je kapitaal. Hè? Je maakt met elkaar zo'n bedrijf. Dat gaat je natuurlijk aan je hart. Hè? Ik weet zeker, overgrote deel van ondernemers heeft vannacht niet geslapen. Die hebben wakker gelegen. Hè? Dat tolt maar in dat hoofd rond natuurlijk. Ja. En ik wil ook de politiek echt oproepen, ook hier in Den Haag, heb daar begrip voor. Begrijp die worsteling bij al die ondernemers, die onrust in die koppen die er nu zit. En die gaat niet zomaar weg. Wat helpt dan wel is heldere communicatie, een heel helder beleid, een duidelijke uitleg waarom je de dingen doet. En nogmaals, zorg dat er perspectief is. Hans, dankjewel en succes vandaag en morgen en de aankomende dagen. Dank je.